Goedendag. ja nou, weer flink wat nattigheid vandaag op deze tennisbanen werd niet getennist, in ieder geval niet in de ochtend, want in de middag werd het geleidelijk aan wel wat droger en kwam zelfs de zon erbij. Veel wind ook, vooral in de kustprovincies aan zee, een harde wind, een vlagerige wind, dat leverde weer mooie plaatjes op, zoals hier met al dat stof wat opwaait, het zand dat opwaait. En verder dus ook wel blauwe lucht in de loop van de dag. Hier is er een mooi voorbeeld van. In Zeeland brak het mooi open, maar ook landinwaarts was dat het geval met stapelwolken en soms nog een enkele bui. Nou, vanavond houden we dat ook wel, die opklaringen en wolkenvelden. Maar er komt ook weer een nieuwe storing aan. Vannacht kan er weer wat regen gaan vallen in de loop van de nacht. En ook morgen overdag is het toch wel weer nattigheid. Dan wordt het eventjes wat droger en beter, dan krijgen we nog een storingtje in de nacht van vrijdag op zaterdag en dan komen we in een opklaringsgebied met alleen hoge bewolking en hele zachte lucht en dan gaat zaterdag die temperatuur fors omhoog. Maar u ziet het al, het is van korte duur want zondag komt alweer de volgende storing naderbij, dan gaan we weer naar een zuidwestelijke stroming, deze storing gaat passeren en zorgt dan voor buien. Nou, vrijdag is het droog op de meeste plaatsen, afgewisseld wel met enkele buien nog. De temperatuur ligt tussen de 15 en 18 graden. In het zuiden van het land mogelijk ook nog wel een onweersbui, hoor. dat is zeker niet uitgesloten. Het blijft stevig waaien, matig tot krachtig uit het zuidwesten. Maar die temperatuur is dus wel al wat opgelopen. En in de nacht van vrijdag op zaterdag dan krijgen we enige tijd wat regen. En die regen is in de vroege zaterdagochtend dan weggetrokken. En dan krijgen we een zuidelijke stroming met die zachte lucht. Moeten we eens kijken naar die temperatuur. In het noorden van het land 22 tot 23 graden. Landinwaarts 24 tot 25 graden. Bij een matige wind uit het zuiden. Veel zon. Het wordt een heerlijke dag. Zo ziet het er wel naar uit. Er is wel veel hoge bewolking aanwezig. Maar de zon heeft daar vaak helemaal geen last van. Op zondag krijgen we weer te maken met buien. Komt de temperatuur lager uit, 17 tot 19 graden. En ook maandag blijft het niet overal droog. Ook dan passeert er af en toe een bui. En wordt het opnieuw zo'n 17 tot 19 graden. Mogelijk in Limburg een graadje warmer. Nog een fijne dag.